denk dat ze nou dat gaat. Ja? Denk ik, ja. denk ik zelf. Ja, de buurvrouw naast haar. Oh, leuk. Buurman en buurvrouw met dit stukje. En die chocola. Merci. Van wie heb je die? Van de buren. Oké. Van de buren. Maar wie zijn er nog meer allemaal geweest? Huh? Wie zijn er allemaal geweest? Oh, ze zijn er allemaal nog geweest. Straks zijn die zijn net weg, Erwin en Ariane met de kinderen. Oh, ook nog. Die zijn net geweest. En alleen Michel die moet nog komen. Oh, die was ziek, hè? Ja, had buikgriep. Dus als het over is, dan kom ik dan straks weer bellen. Of ik vanmorgen naar de dokter is geweest. Dan. Als het niet over was, dan wou hij de dokter bellen. Dus, anders krijgt hij een standje van jou. Mm-hmm. Anders krijgt hij een standje van jou. Ja, nou, ik heb al gezegd, ik zeg, je kunt, hij heeft ook nog gebeld, nee, dat had hij nog niet. Ik zeg, nou, kun je dat wel doen, maar je kan ook wat anders zijn. Je kunt wel denken, ik heb buikgriep. Ja, dat is waar. Dat denk je toch niet op? Nee, tuurlijk niet. Ik moet jou zo oppassen, hè? En die is al heel oud, heel oud. Hé, hey, dat ben ik. Audrey. Ja, dat is mijn trekken. Toch? Dat ben jij. Oh. Zo, stuur een foto. Ik kan hem eens een beetje zo uit het licht houden, want ik kan hem net niet... Zielig kind toch, hè. Even kijken, zo. Knap ventje. Ja, je was toch een knappe jongen. Bas? Je was een knappe jongen. Nou niet meer? Nou, soms dan... Dan denk ik, jongen. Pas toch beter op jezelf. Bij jouw vader en moeder. Dat ben jij. Daar is Gerrit en Jolanda met de beide kinderen. Dat zijn voor mij wel duidelijk, hè.